We hebben een leuk nieuws. Er komt een nieuwe stichting in 's-Hertogenbosch. En die gaat heten Voor Elkaar aan de Slag. Angelique de Rauw is onze projectmanager. Dat is de motor waar veel van de activiteiten om gaat draaien. Daar gaan we zo meteen wel wat over vertellen. En aan mij de eer om de eerste voorzitter van het stichtingsbestuur te zijn. Afgelopen woensdag 16 mei presenteerde de kersverse voorzitter Bart Eigenman Stichting Voor Elkaar aan de Slag. Voor Elkaar aan de Slag, het zegt het eigenlijk al. Die gaat zich bezighouden met mensen die een wens hebben. Die dat niet helemaal zelfstandig voor elkaar kunnen krijgen. Die gaan wij steun bieden. En die steun die bestaat er vooral uit dat we proberen andere mensen, die mensen te laten helpen hun wens te realiseren. Eigenlijk simpel gezegd zou je kunnen zeggen, wie goed doet, goed ontmoet. Want we gaan niet alleen maar zorgen dat er geld op de plank komt. Dat kan wel eens een keer nodig zijn. Maar het is vooral de bedoeling om via sponsoring in natura, steun, op allerlei manieren om dat voor elkaar te krijgen. Er is een jongen bij ons gekomen, Mark Heijmans. En die, zijn opa is overleden aan kanker. En dat heeft die jongen toch behoorlijk aangegrepen. Begrijpelijk, maar de jongen was een tijdje zoekend en toen zei hij, ik wil eigenlijk iets doen. Want ik wil niet alleen maar treuren en verdrietig zijn, ik wil daar doorheen komen. Maar dan wil ik iets tastbaars doen om mijn opa te eren. En eigenlijk rechtvaardigt zijn initiatief een geheel eigen interview met hemzelf, zeg ik maar. Want wat wij gedaan hebben is hem vooral zijn droom, zijn wens meehelpen te realiseren. En dat gaat gebeuren. Hij is dat gaan noemen Walking the Mile. En hij gaat lopend naar Spanje, naar Barcelona. En daar zit een team van mensen om me heen. Samen met fietsen, want lopen alleen dat doet een beetje lang. Sees everything you ever wanted. One moment. To capture. Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud. He opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out. Time's up, over, plow. Snap back to reality. Oh, there goes gravity. Oh, there goes gravity. Choke. He's so mad, but he won't give up. Dit moet ons eerste project ook worden, Walking the Mile. En die jongen ja, die heeft gewoon doorgezet. En wanneer gaat hij dat doen? Hij gaat 28 juli gaan starten. 28 juli? Ja. En wat doen jullie dan aan ondersteuning? Want is dat dan ook een beetje financieel? Of alles, van begin tot het einde. Het enige wat hij had is alleen de oproep. Zondag 20 mei om 12 uur bij Rico Vestingloop gaat de stichting officieel van start met het eerste project Walking the Mile om zichtbaar te zijn. 20 hardlopende vrijwilligers, waaronder Eigenman, komen in beweging met en voor elkaar. Er kan vanaf 12 uur nog ingeschreven worden aan het theater aan de parade voor de Vestingloop. Voor meer informatie www.ricovestingloop.nl. Voor elkaar aan de slag dus.